pourra pas dire que les personnes avec autisme n'ont pas de relations sociales. Elles ont des relations sociales, mais elles ont un caractère bizarre. Et donc, l'enfant va pas, par exemple, regarder ses parents dans les yeux. Ik kijk meestal naar het voorhoofd van de mens. Je moet ook niet in de ogen? Omdat ogen, dat evolueert. Dus ik weet niet, moet ik hier kijken in de ogen van iemand anders. En dat is iedere keer de details die veranderen. En ik ben iemand die kijkt naar details. Dat is veel te veel informatie voor mij. En om die informatie niet te moeten verwerken, kijk ik dan niet in de ogen. Wij kunnen heel goed oogcontact hebben, maar Arthur kan even goed een half uur met ons babbelen zonder naar ons te kijken. Maar we hebben er al dikwijls op gewezen van, als je met ons praat, is het leuk als we ook je ogen zien. En soms doet hij dat dan wel spontaan. Ik denk dat hij het ook al zo goed beredeneert, dat hij echt wel weet van, ik praat met die, ik moet naar hem kijken. Maar even goed kan hij nog naar ons een keer een half uur babbelen zonder ons aan te kijken. Qu'est-ce que tu vois sur l'image? Walt Disney. Oui. Combien y a-t-il de personnes sur l'image? Je sais pas. Une, et puis? Une. Deux, trois et quatre. Combien de personnes? Tous les quatre. Quatre personnes. Ok. Qui est l'enfant devant Mary Poppins? Je sais. Oui, c'est qui? Jeanne et Michael. Comment est-il habillé? Gris. Oui, et il a... Et là, chapeau. Est-ce que vous pouvez capter son regard? Oui, mais alors je dois lui dire, au début, quand il a commencé à parler, je lui disais, regarde-moi et regarde ce que je fais avec mes lèvres. Comme ça, tu vas savoir parler. Ça, il faisait. Et maintenant, il fait tout le temps? Maintenant, il fait tout le temps. Quand on lui parle, il vous regarde. Hein. Ons kijkt hij eigenlijk altijd aan. Wij zien me niet meer dat jongetje van 5, 6 jaar terug, van dat blik ontmijt en zo. Dat ons kijkt en zelfs recht in de ogen. Ik kan ons echt dat wegkijken, maar dat heeft hij nog. Als we dan een keer bij vreemden zijn en bij bepaalde mensen dat hij niet kent, en dan zie je maar hoe autistisch dat hij is. Dan is het echt wel hup, hoofd wegdraaien. Pet heeft dus altijd die zwarte pet op. Pet over zijn ogen trekken en niet in de mensen hun ogen kijken.